Ik word echt te hyper. Hi en welkom bij deze video. En dit is niet zomaar een video, nee. Wij gaan de winnaar bekendmaken van de winactie van deze te gekke badboek. Let niet op mij, ik zit in mijn huis, kloffie, met mijn haar in een soort van knop. Ik weet het eigenlijk niet echt wat ik met mijn haar heb gedaan, maar zwerver look. Oh my god. Ik ben ook helemaal totally chill. Mijn favoriete mop. Ja, mijn dag kan niet stuk. Ik heb echt een lekkere chillesdag. Maar daar kom je niet voor, om mijn hele verhaal over wat ik wel niet allemaal heb gedaan, voel en aan het doen ben. Jullie komen voor de winactie. Ik heb het hier op mijn lijstje staan. Eerste winnaar van mijn winactie, drommelgerommel, is... Drommel, gerommel. Dat ga je nu zien. Wacht, nee. Nog even wachten. Nee, nu ga je hem zien. Nu ga je hem in beeld zien. Tweede winnaar ga je nu in beeld zien. De derde winnaar. Last but not least, de vierde winnaar. Ik hoop dat jullie echt enorm blij zijn met jullie nieuw badpak. Kans je foto's te maken, mij te taggen. En dat zou ik helemaal leuk vinden. En dan hebben we allemaal dezelfde badpakken. Ik vind dat gewoon leuk. Ik vind dat gewoon hartstikke leuk. En voor degenen die niet hebben gewonnen, niet getreurd. Want met de 1000 abonnees ga ik weer een hele leuke winactie organiseren. Altijd zo moeilijk om andere mensen teleur te stellen. Het liefst geef ik jullie allemaal een badpak. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet. Dus ik moest kiezen. Ik moest... die namen erin zitten en ik moest een winnaar bekendmaken. Dus ja, sorry. Met al dat gezegd hebben, vergeet niet te abonneren, te liken, belletje te drukken. En dan blijf jij op de hoogte wanneer ik weer een hele leuke, toffe, te gekke, mega super coole winactie organiseer. En dan ga ik weer doei zeggen aan jullie lieve mensen. En ik hoop dat jullie weer snel naar mijn video's kijken en dat wij dan weer samen zijn. En dan komt het weer helemaal goed. Ja, want dan ben ik blij, dan zijn jullie blij. En dan heb ik weer een winactie en is iedereen blij. Ik denk dat het komt omdat ik echt 4 koffie binnen heb gewerkt en dat had ik eigenlijk niet moeten doen, maar dat heb ik dus nu wel gedaan en nu zit ik helemaal vol en nu weet ik niet meer wat ik moet doen van al die adrenaline die in mijn lichaam rondtiert en nu denk ik dat ik maar ga stoppen met lullen. Doei doei.